Ooit heb ik één keer een vrachtwagen gedaan. Ik kan wel op mijn been. Zo op mijn nek. Ja, ik heb een man in zijn lul gebeten. Ik moest zo al lachen. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over seks en standjes. En dat kan je dan ook op verschillende manieren doen. En dus daarom vind ik het waarschijnlijk ook Tobias ook zo leuk. Ik vind het wel gewoon geil als ik wel meestal haar gezicht juist nog kan zien. Op je buik liggen. En dan een beetje met je kont een beetje omhoog. Maar ook dat hij dus zeg maar staat. Dus echt boven mij aan het neuken is. Dan gaat hij echt wat dieper en wat harder. Doggy vind ik toch wel een heel fijn standje. Dat pas een man me heeft opgetild en eigenlijk ook 69, maar dat hij me optilde en dat ja, ik omgekeerd over de kop hing en hem pijpte en hij mij pijpte. Dat is Superman. Als Superman is, dan heb je een deur voor nodig of een grote spiegel. Degene houdt zich dan vast aan de bovenkant van de deur. En het liefste de spiegel, want dan kun je alles zien. Ik was wel bang om mijn nek te breken, als ik heel eerlijk ben. Dan til je degene op met zijn benen. Dus de benen staan dan zo, die hou je er zo vast. En dan sta je eigenlijk zo erachter, dan heb je alle controle. Doggy style, man. Van boven, ze noemen het crazy monkey. Ik heb zo'n hele cyclus die we afgaan. Doggy is heel erg porno. En als je het plat legt, dan is het weer heel erg sensueel en seksueel. En dan ga je in plaats van recht naar achter, ga je gewoon van boven. Dus je gaat met je voeten hier en dan ga je... Maar dan vind ik, missionaris vind ik wel altijd, dat is wel op een hele lekkere manier het afmaken. Omdat je heel veel contact met elkaar hebt, je kan elkaar echt aankijken, zeg maar. Ja. Nou ja, ik denk de beste. Ik denk de meeste waar ik wat het gekste was of de speciaalste was een gangbang, denk ik. Dat was echt iets heel unieks. Het was heel zwaar. Met een actrice, zij vinden me leuk en ik vond het ook leuk. Kwamen we erachter dat wij samen maken echt gewoon fucking goede seks. Als je de film van me ziet, dan het heet ook Destroying Logan Moore. Nou, ik ben ook echt kapot gemaakt daar. Ooit heb ik één keer een vrachtwagen gedaan. De vrachtwagenchauffeur kwam midden in mijn eigen woonwijk. Je hoort allemaal geluiden buiten, maar je hebt toch gewoon een bed en een afgeschermde ruit. Toen ben ik echt gruwelijk goed klaargekomen. Zeg maar de keren dat de vibe gewoon precies daar was. Echt samensmelt en dat de muziek klopt. Vervelend wordt dit voor mij. Dat is met mijn ex, omdat je dat gevoel erbij hebt. Gekke shit, heftige shit. Intens, liefdevol, hard. Stevig, alles door elkaar. En het is niet dat je wat mist als je seks hebt zonder liefde. Maar het is wel dat het liefde die extra's geeft. En weet je wat ook lekker is dan op zo'n moment? Als je dan samen tegelijkertijd klaarkomt. Ik kan dat niet zeggen. They can sue your ass for this. Ja, in de middenwc, in de middelbare school. IKEA bij Delft. Op die bed. Dingetje dicht en zo tegen die muren aan. Zo doem, 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 doem. Ooit in de EHBO. Kamer. En ze hebben daar een bed liggen en de deur kwam op slot. Wat is gek, voor mij is tegenwoordig is niks meer gek. Kleedhokjes, zwembad. Vlak daarna kwam de hele EHBO crew. In de auto, in de sauna, in de duinen, in de zee. Het strand, bos, parkeerplaats. Dat was briljant. Op het voetbalveld en dan precies op de middenstip. In de auto, in de achterklep eigenlijk. Alleen zorgen dat de politie niet pakt. Ik heb ooit één friend in benefit gehad. Die wou niet dat ik zijn vader ontmoette. Daar heb ik wel boven seks mee gehad. En een week later ben ik uit de kroeg met een wat oudere man meegegaan. Toen stond ik voor hetzelfde huis. Ik weet nog dat ik een keer bij een meisje thuis was en ik was 14 of 13. Haar ouders waren weg. Dus als jonge jongen weet je wat dat betekent. Ik op mijn opoefiets daar naartoe. Ik was zo aan het seksen met haar, dit, dat. En op een gegeven moment vader thuis. Ik kan ze allemaal gewoon herkennen. Gewoon zip, zo terug naar. Ze zijn allemaal net zo. Super belangrijk of. Er zat een schil van onder en ik dacht, shit, wie is dat? Ik zie hier schoenen staan en mijn schoenen stonden gewoon beneden en zo. Ik zeg, hey, papa, kom even naar beneden. Ja, is iemand boven bij je of niet? Nee. Ze zei tegen mij, je moet weg. Eigenlijk vind ik alle keren dat ik seks heb met mijn huidige partner, is altijd leuk, is altijd goed, is altijd fijn. Er was dus zeg maar zo'n regenpijp, dus ik zou nog mijn shirt pakken of zo en mijn onderbroek had ik aan. Dus ik zoef je die regenpijp naar beneden. En die vader die zag mij natuurlijk gewoon natuurlijk. Want ik kruip gewoon voor zijn raam. Kruip zit gewoon zo. Persoon naar beneden. Dus ik keek hem aan. Hij keek mij aan. Ik had alleen een onderbroek aan. Geen schoenen en een shirt. En het was echt 15 graden of zo.
En ik ben gewoon naar huis gefietst. Ja, dan kun je man in zijn lul gebeten. Die luisterde niet goed naar me. We hadden eventjes een pauze en ik had best wel wat mannen om me heen. En die man die duwt zo op zijn lul in mijn strot. Dus dat vond ik niet zo fijn. En die reactie had hij niet verwacht dat ik dan eventjes keihard in zijn lul had gebeten. Ik had ook eerst een seksschommel. Ik had die seksschommel van AliExpress. En ik hang dat meisje zo. En die hang je zo aan de deur, weet je wel. Dus ze zit zeg maar een beetje zo. Dus ik zo neukels tegen die deur aan, zo doem doem. En opeens hoor ik de man zo een beetje, weet je wel. Ik dacht, ja joh. Ze is gewoon nog steeds zo aan het neuken. En opeens, zeg maar, mijn piemel zat nog in er. En zij valt erin zo poef, zo recht voor me, zo naar beneden. En ze valt zo op de stuitje. En ik sta daar echt zo met mijn lul eruit, zo naar te kijken. En zij kijkt naar mij en ze begon te huilen. Echt te krijzen gewoon. Niet kunnen stijf worden, terwijl je heel erg graag wilt. Echt, en de mooie dame ook. Ik snap niet wat de fuck er aan de hand was die dag. Ik zag nog steeds die sliert van die AliExpress schommel aan mijn deur hangen. Ik dacht, ik had gewoon 20 euro meer moeten besteden. Seks is niet altijd perfect. Soms gebeuren er gewoon dingen waar je even moet lachen of waar je je toch even voor schaamt. Dat hoort er gewoon bij. Oeh, kijk, dat gaat wel fout.